Giovanni van Bronckhorst heeft 2 weken na kunnen denken over de ideale opstelling. Jan-Dirk, gaat hij dit weekend logische keuzes maken? Hij was vanmorgen op de ene laatste training volop aan het husselen met hesjes. Maar het lijkt erop dat Elia en Kramer nu gewoon in de basis staan. Dit is FC Rijnmond. Goedenavond, vrijdagavond, tijd voor FC Rijnmond op TV Rijnmond. Zoals gewend blikken we dan vooruit op dit wat komen gaat in de Eredivisie en in de Jupiler League. Dat doen we met onze eigen Jan-Dirk Stouten en naast hem aangeschoven de man die bij Feyenoord alle deuren open krijgt, Martijn Krabbedam. Is het al een beetje opgelost, Martijn, of niet, tussen jou en Feyenoord? Ik ben op vakantie geweest, dus ze hebben even geen last van me gehad. Okay. Maar ja, opgelost. De situatie is gewoon als volgt, dat ik gewoon naar wedstrijden, trainingen overal naartoe mag, behalve geen interviews mag afnemen. Dat is nog niet veranderd? Is het nog niet een gesprek geweest? Nee, er staat nog wel een gesprek in de planning. Een keer. Dus, dat de grote verzoening is aanstaande. Ja, kan jij misschien erbij zijn als een soort... Mediator? Ja. Nou, koffie aan dan. Nou, dat vind ik wel een rol die jou past. Beetje bescheiden rol voor mij. Ik ben blij dat je die bescheiden rol oppakt, maar dat is wel aardig. Maar dat gaat de komende weken nog plaatsvinden. Dat gaat binnenkort, staat het volgens mij op de planning. Ja, nou, hopelijk dat jullie uitkomen. Even naar wat er gebeurt met de opstelling bij Feyenoord. Dirk Kuyt is dan de logische rechtsback, als ik hoor Elia Kramer. Rechtsbuiten. Dat vraag ik aan jou. Nee, niet wat mij betreft, nee. Nee, is het nou toch wel duidelijk dat Dirk Kuyt aan de zijkant niet het best tot zijn recht komt in die beperkte ruimte. Dus ja, als je hem dan wil gebruiken, er gingen natuurlijk geluiden op dat hij dan misschien op de positie van Immers het beste tot zijn recht zou komen. Ja, dat is ook nog maar afwachten. Want als het daar ook niet lukt, heb je hem eigenlijk op alle posities voorin gebruikt en het werkt niet. Maar ja, als je Kramer opstelt, dan denk ik van dat is toch een spits die het van voorzetten moet hebben. En ja, Dirk is nou niet per se de rechterspits die buitenom gaat en een voorzet aflevert. En daarbij, wat je ook van Bastasikoglu mag vinden, hij was volgens mij wel bij vrijwel ieder doelpunt van Feyenoord betrokken. Dus als die er nou weer uitgaat, dan begint het wel heel erg op een tombola te lijken, vind ik. Daar zou ik verder over praten, Jan-Dirk. Ook nieuws van Sparta deze week. Tenminste, Sparta en Alex Pastoor praten over contractverlenging. Ja, er wordt gesproken op het kasteel. Pastoor wil eigenlijk voor de winterstop eruit zijn. Hij wil verregaande technische bevoegdheden. Dus niet alleen dat elftal trainer, maar ook technisch directeur zijn in één. En dan, ja, als hij bedoelt verregaande bevoegdheden, bedoelt hij eigenlijk, ik wil het ook op de langere termijn alleen voor het zeggen hebben op technisch gebied. Dus slim? Ja, slim. Kijk, idealiter heb je een technisch directeur die ook kan communiceren met zo'n trainer. Maar ik snap best in die eerste divisie dat je niet zo'n zwaar apparaat optuigt. En dan kun je Pastoor best die verantwoordelijkheden geven. Goed, deze twee mannen gaan zo meteen verder praten over bijvoorbeeld dit nieuws. Maar eerst is het tijd voor één man die deze week natuurlijk centraal stond. De man die met de prachtige vondsten kwam voor de komende tegenstanders van Oranje. De week. Altijd lachen. Al is er één man die weinig lacht. Mensen moeten vooral om hem lachen. Danny Blind. Het had er één van tempo kunnen zijn. Ja, tempo. Wat is tempo? Het is één van de weinige vragen waar Jacobs geen antwoord op heeft. Rob Jacobs. Genuanceerd trainer. Wat een pijn, stel ik je dood je! Kom eens op! Allemans vriend. De man die geen schip laat zinken. Kapitein Rob is aan boord. En bovenal een ziener. Hij weet nu al waar het heen gaat met Oranje. Nou, wij zitten over 2 jaar zitten wij in een pool met Groenland, Ameland, Vlieland en Bobbejaanland. Bobbejaanland, net over de Belgische grens bij Turnhout. Ja, onze Rob heeft altijd al een zwak gehad voor alles wat uit België kwam. En daar komt hij nu openlijk vooruit. Ik word Belg. Ik ben nu Belg. Ik ben vanaf nu Belg. Ik ga ook een shirt kopen en dan ga ik daar naartoe. Ja, de laatste tirade van Rob is al 500.000 keer bekeken op Facebook en heeft meer dan 5.000 likes. En het kon niet uitblijven, ook in België is Rob doorgebroken. Ja, op 71-jarige leeftijd is hij de hit op social media. Dit is onmogelijk, maar het gebeurt toch. Rob Jacobs kan nergens meer over straat. Rob is een attractie. Als hij spreekt, hangt de rest vol bewondering aan zijn lippen. Jos, schrijf alsjeblieft uit. Gelukkig weet hij ook overal iets vanaf. Ook over Belgisch meest dramatische mededeling sinds de bekendmaking dat Samson geen echte hond is. Vandaag willen wij jullie wel laten weten dat we hebben beslist om de K3-fakkel door te geven aan 3 andere meisjes. Het stoppen van K3 verscheurde een half jaar terug alle kleuterhartjes. Christel vind ik mooi. Maar Christel wist met Karen en Josje al lang dat ze zouden stoppen. Ze kozen ervoor om de kindjes maandenlang voor te liegen om zo nog even hun eigen zakken te kunnen vullen. En ook hier vindt Rob wat van. Dat verzin je toch niet? Maar die 3 wel, die verzinnen het wel. En daar gaat het mij om. Het is ongelooflijk dat dan niet ineens snel communiceert. Je moet toch anticiperen op de situatie die er gebeurt. Rob Jacobs, de duider van al uw nieuws. Ook bij RTV Oost moest hij opdraven. 45 leerlingen die allemaal bij elkaar in de klas zitten.
Logisch dus dat de kwaliteit van het Nederlands onderwijs achteruit gaat. De Hollandse school. De Hollandse school die zit nu op slot en die gaat voorlopig ook niet meer open, de Hollandse school. Maar Rob's mening wordt ook gevraagd bij nog grotere problemen. Zo is er een stel uit Den Haag dat de verkeerde verf heeft gekocht voor de babykamer. Smurfenblauw, man. Ik vroeg toch een babyblauw? Natuurlijk is dit een debakel. Dit is lelijk blauw. Dat is vanaf dag 1 van selecteren is dat verkeerd gegaan. En daar hebben ze nu nog steeds de problemen mee. Passeer je verder, schiet op die goal! Je doet niks! We hadden nog wel 1001 andere one-liners van Rob Jacobs kunnen laten zien. Maar tot zover deze week. Jammer, hè? Ja, deze week had voor mij nog 3 minuten mogen duren of 5 minuten. Wat schitterende week. Hij zit trouwens... Het is wel mooi. Het zegt wel iets over de kracht van social media. Hè. En ook complimenten aan ons eigen bedrijf. Dat we daarmee 1,3 miljoen mensen bereikt hebben. Dat er meer dan 500.000 mensen naar kijken. En Robbie is opnieuw een held in zijn leven. Ik denk dat hij binnenkort er binnengehaald wordt, denk jij, in België. Dat is mooi, toch? Ja, precies. Ja. Overigens, als je meer van Rob wil hebben, komende zondag zit Rob in FC Rijnmond. Dus dan meer van dit soort teksten natuurlijk over alles wat er gebeurt. Je hebt er ook van genoten, hè? Natuurlijk. Dit is Rob Jacobs. Ik heb de vakantie gezien, ja. En ik viel van mijn strandbedje, ja, toen ik dit zag. Wat dachten die mensen om je heen toen jij uit bed viel? Nou, dat waren Spanjaarden. Daar hebben we niks van begrepen. Maar het komt ook door dat wat hij zegt. Dat is natuurlijk best wel raak als het gaat over het Nederlands elftal. Heel veel mensen denken er zo over. En Rob is dan in staat om het op deze manier te verwoorden. Ja. Ja. Laten we verder gaan over Feyenoord. Er werd vandaag veel gehusteld op de training met de hesjes. Ik geloof dat bijna iedereen een hesje heeft aangehad. Maar de contouren zeggen toch een klein beetje van Beek rechtsbek? Mag ik dat concluderen uit alle verhalen? Ja, en ze hebben natuurlijk Karsdorp ook niet naar Jong Oranje laten gaan. Hè. Dus die houden ze denk ik een beetje geblesseerd. Ook om die opstelling te houden zoals die eigenlijk was tegen PSV. Ja, ik vind het jammer. Als Karsdorp fit is, moet hij gewoon de rechtsback zijn van dit Feyenoord. En dan heb je maar in het centrum te kiezen voor Van Beek en Bottekin. Ik snap wel dat dat moeilijk is. Omdat je Bottekin hebt gehaald, ook niet voor weinig. Maar je kiest gewoon de beste speelt. Zo simpel is het. En ja, op deze manier wordt er toch een beetje gehusteld. En gekeken van nou, dan die niet. En dan stellen we die op. En worden de plaatsen gecreëerd. En dat is gewoon jammer. Je moet gewoon als trainer duidelijke keuze maken. Je bent nou een aantal wedstrijden onderweg in de competitie. En er staat eigenlijk alleen het middenveld staat eigenlijk vast. En ook de tegenstanders zijn er naar in de komende weken. Met nu Willem II thuis, Rode JC, De Graafschap, Zwolle voor de competitie en daarvoor nog een paar dagen voor de beker. Dus ook wel tegenstanders. 12 van 4 weken. Dat is een grote actie. Ja. Nee, maar het zijn echt weken waarin je het ook kan. Waarin je in je bovenliggende partij moet zijn. Waarin je moet werken aan je vastigheid. Ja, je moet gewoon een elftal vastigheid geven. Je zag het. Kijk, dan win je wel thuis van Utrecht en Cambuur uit. Maar de eerste, de beste serieuze wedstrijd tegen PSV, is het meteen al een probleem. Ook doordat je gewoon niet ingespeeld bent en vastigheid mist. En daar ben je natuurlijk wel als trainer voor aangesteld om dat erin te brengen. Daar heb je de voorbereiding voor gehad. Oké, er zijn wat spelers wat later ingestroomd, maar je moet deze spelersgroep houvast geven. Zo gaan we spelen, dit zijn de spelers en je moet gewoon wachten op je beurt of zorgen dat je beter bent. Maar jij zei volgens mij, ik hoop nu dat het Kalaris met dat geëxperimenteerd en in ieder geval Van Beek in het centrum en op rechtsback Karsdorp. Nee, precies. Van Bronckhorst zei wel vandaag dat Bottekin en Karsdorp nog kampen met kleine pijntjes. Maar ik hoop ook al zijn ze allebei wel fit, dat je inderdaad gewoon de keuze maakt om Bottekin, ondanks het feit dat je geld voor hem betaalt, gewoon op de bank zit. Wat Martijn terecht zegt, je moet geen plekken creëren voor spelers. Je moet gewoon uitgaan nu van een vast ramien. Vertrouwen, maak spelers beter en laat elftallen beter presteren. En dat middenveld, is dat dan zo onomstreden en zo vast? Zoals jullie dat zeggen nu, dat staat nu vast? Nou ja, ook niet echt natuurlijk. Hè? Want hij speelt nou met immers op 10. Daarvoor was er besloten om dat juist weer helemaal niet te gaan doen. Nou, toch op teruggekomen op basis van een 20 minuten uit mijn hoofd volgens mij tegen Olympiakos. Maar oké, je kunt altijd terugkomen op je eerdere beslissingen. Maar dat blijft nou wel staan in ieder geval. Nou goed, dat is dan een geraamte. Maar is dat logisch? Want als je kijkt naar het spel, is Feyenoord nou zoveel beter dan, laten we zeggen... Klaasie? Nee. Maar ik heb het over bijvoorbeeld Vilena, kan je er ook neerzetten? Op het middenveld. Kan je ook ruimte voor maken? Zeker, alleen met Vilena speelt er natuurlijk wat anders, dat hij gewoon zijn contract niet wil verlengen. Gaat hij dat ook niet doen? Van Giel hoopt dat, hè? Van Giel zei, ik hoop het. Dat is hopen tegen beter weten. En natuurlijk gaat die jongen zijn contract niet verlengen. Nee, dat gaat niet gebeuren. Hij wacht tot de winterstop op een nieuwe club en anders gaat hij aan het einde van het seizoen weg. Dus hij gaat niet verlengen bij Feyenoord. Dan kan toch een jaartje bijtekenen dan? Ja, maar waarom zou hij dat doen? Nou, ga je voor geld weg. Jan Dirk heeft dat vaak genoeg bepleit. Dan ga je terug voor... Dan geef je de club wat terug, dan gebeurt er wat. Dat klopt. Maar hij vindt op zijn beurt, wat heeft de club hem gegeven? Hè? Hij heeft natuurlijk vorig jaar heeft hij ervaren als een jaar waarin hij niet bepaald heel veel vertrouwen heeft gevoeld van Feyenoord. Kon hij in de winterstop weg naar Southampton voor een bedrag van 2,4 miljoen. Alles bij elkaar, dus niet direct, maar met bonussen en alles. Had hij op dat bedrag kunnen uitkomen? Nou, dat is hem niet gegund, die stap. Ja, en er is bij die jongen gewoon wat gebroken. En het is wel knap dat hij gewoon, of misschien is ook wel weer de normaalste zaak van de wereld,
Maar er zijn zat spelers die het niet kunnen opbrengen. Maar hij geeft toch iedere training alles. Hij heeft goed gespeeld bij Jong Oranje. Dus deze jongen moet je gewoon heel veel respect voor hebben, vind ik. Ook voor zijn beslissing om gewoon bij Feyenoord te blijven. En ik geloof ook wel dat iedereen bij Feyenoord dat ook wel vindt. Dat is trouwens het mooie van de afgelopen weken. Dat Vilena, maar met name ook Boetius, uitstekend hebben gespeeld. Ik moet zeggen, Vilena en Boetius uitstekend hebben gespeeld in Jong Oranje. Ja. Aan Boetius zie je dat hij af is van de druk. Dat hij af is van de ballen. Dat hij weer vrij is in zijn koppie. Heb je het wel over vertrouwen in de sport. Nieuwe frisse omgeving. En dan zie je dat deze jongen echt een uitstekende voetballer en dat is. Maakt het ook wel weer zonde voor Feyenoord. Doodzonde. Dat zijn toch spelers, twee spelers die vanaf de F'jes bij de club rondlopen. Ja, hè, had hij iets beter beloond of een iets beter gevoel gegeven en ze hadden nu nog steeds bij Feyenoord gespeeld. Wat had misschien niet eens om geld over zijn, maar het had meer zeg maar... Iedereen praat over waardering, maar dat wordt toch echt uitgedrukt in geld. En dan praat je niet over miljoenen. Ik weet toevallig wat de Boetjes erop vooruit had kunnen gaan bij Feyenoord. En dat is... Hij kon voor 3 jaar tekenen, maar als het 1,5 ton erbij was over 3 perioden, is het gewoon veel. Dus ja, voor het gevoel van die jongen, die vertelde dan dat het misschien beter was om weg te gaan. Doordat de spelers waren waarvan hij vond dat ze minder zijn dan hij, die wel ineens vrij fors en redelijk beloond werden en hij niet. Nou ja, dat is dan een gevoel wat in zo'n jongen sluipt. En dan moet je gewoon beslissen, oké, dan ga ik weg. Ja, goed. We hebben dan over het middenveld gehad, of dat nou onomstreden is of niet. Die achterhoede, daar wordt in geschoven. Als je dan even gaat kijken naar die voorhoede, zoals jij hem net noemt, hè, met Kramer en Elia, laten we zeggen dat Kuyt dan op rechts komt te staan. Kijk even naar de bank. Heb je Toornstra zitten? Die is toch al voor 3,5 miljoen gekocht. Volgens mij is Bilal ook voor een paar miljoen gekocht van de Heerenveen. Zit toch 6 miljoen op de bank zometeen? Nou, ik vind het vooral voor Bilal wel zuur. Hè? Want die jongen heeft natuurlijk een dramatisch jaar onder Rutte gehad. Zijn er wel meer geweest, hè? Jawel, werd toen alleen maar meegenomen naar uitwedstrijden, omdat hij echt heel veel druk ervaarde in de Kuip. En nu heeft hij het redelijk gedaan. Niet meer dan dat, hè. Hij is vaak overijverig. Maar wel betrokken spanning, bij doelpunten. Maar wel steeds betrokken bij een aantal doelpunten. Ik zie nog de assist geven bij Cambuur, waaruit gescoord wordt door Kramer. Dus jongen is eindelijk met een soort van opgaande lijn bezig. Ja, en die gaat nu, ik denk zeker uit de basis verdwijnen. Ja, maar voorlopig. Dat bedoel ik dan, dat je dan toch weer plaatsen gaat creëren. Ja. En dan kies je dus niet wat het beste is eigenlijk voor je elftal. Ja, maar dat is toch ook logisch als je Kuyt haalt, dat je Kuyt altijd laat spelen. Gezien het legioen, de reacties. Hij is aanvoerder. Hij is dat begrijp ik aan de ene kant wel. Ja. Maar je moet toch echt kiezen, wat is nou het beste voor Feyenoord? Is Kuyt rechtsbuiten het beste voor Feyenoord? Ik denk het niet. Maar dan zet jij hem op de bank. Nee, maar luister, ik denk hè, dat sommige clubs, dat is steeds meer mijn overtuiging, vaak zomaar wel doen. Kijk, dat je Kuyt terughaalt op basis van is goed naar het legioen toe. Die moeten we ook rustig houden, want zo denkt de clubleiding ook vaker. Het is goed voor de merchandise, is geweldig. Heeft hij in het verleden is hij van groot belang geweest. Maar zouden ze nou in die technische staf ook heel serieus tegen elkaar gezegd hebben, weet je wat, gaan we hem links buiten zetten? Nee, maar Kuyt is toch ook een beetje onder druk teruggekomen. Het is toch algemeen bekend dat de directie hem eigenlijk helemaal niet wilde hebben. Dat ze sterker nog een beetje mee in de maag staat. Ja, wat moeten we nou doen? Moeten we hem nou wel halen? Moeten we hem nou niet halen? Heeft Fred Rutte nog gezegd, joh, haal hem nou. Het is een ervaren speler. Er kan altijd goed uitkomen in je selectie met jonge spelers. Maar het is niet zo dat iedereen bij Feyenoord er nou 100% van overtuigd was. Dirk gaat weg uit Istanbul. We moeten hem als een sodemieter binnenhalen. Dat is helemaal niet het geval geweest. Uiteindelijk zijn ze toch wel een beetje gezwicht voor de publieke opinie. En druk ook vanuit bepaalde media. Ja, druk is ook natuurlijk bij Feyenoord als het gaat om de doelstelling. Daar werd natuurlijk ook vandaag op de persconferentie voor het eerst over gesproken door de trainer van Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst. En hij zei daarover dit. Nou ja, ik denk dat het belangrijkste is een doelstelling. Is dat je eigenlijk dingen haalt die je wil halen. En zeg maar, wat dit jaar ontbreekt is voetbal in Europa. En je weet dat dat heel belangrijk is voor de club. Ook voor de spelers, voor de ontwikkeling. Dus dat moeten we halen volgend jaar. Ik denk dat het ook belangrijk is dat we dat halen. Ja, en dat doelstelling kampioen moeten worden. Ik rij elke dag hier naartoe om het uiterste uit mezelf te halen en ook uit de groep. En dat doet de groep ook. En de doelstelling voor mij is heel simpel. Dat is elke week winnen. En hoe langer je dat volhoudt, hoe dichter jij erbij komt. Maar ja, ik kijk niet naar een doelstelling. Ik kijk gewoon naar de ontwikkeling van mijn team. De ontwikkeling van de spelers. En natuurlijk wil je aan het einde van de rit wil je meestrijden om het kampioenschap. Dat is denk ik heel normaal voor een club als Feyenoord. Maar uiteindelijk gaat het erom dat je elke zondag wint. En dat is op dit moment voor mij het belangrijkste. Al dus Giovanni van Bronckhorst. Ja, als Van Bronckhorst zou zeggen, ja, ik wil elke wedstrijd winnen en die doelstelling maakt me niet zoveel uit. Waarom formuleert Feyenoord nog een doelstelling eigenlijk dan? Als toch niemand er naar luistert. Ik zou er ook mee stoppen. Ik zou er echt mee stoppen met het benoemen van een doelstelling. Je moet wel een verschil tussen ambitie, hè, wat Van Bronckhorst nu keurig verwoordt. Van ja, je wil als sportman elke week winnen. Ik rij elke dag naar de Kuip om het beste uit mezelf te halen. Maar het stoppen met het formuleren van een doelstelling lijkt me zinnig. Want ze hebben daar de laatste jaren echt elke keer mee geflaten. Maar dit is deze doelstelling, directe plaatsing voor Europees voetbal. Dat is toch een doelstelling voor even naar buiten toe. Als je mensen bij Feyenoord spreekt, ook in de Raad van Commissarissen, in de Vrienden van Feyenoord. Iedereen wil gewoon dat Feyenoord kampioen wordt dit jaar. Dus die doelstelling ligt intern echt wel anders.
Ja. Zo simpel is het gewoon. Laten we even doorgaan naar de andere ploeg uit de Eredivisie. Want we hebben een iets kortere uitzending. Excelsior speelt tegen PEC Zwolle. Alle nieuwelingen spelen eigenlijk niet. Daar komt het neer. Elbers en Drost gaan nog niet spelen. En waar ik vooral persoonlijk heel benieuwd naar ben. Ik heb toevallig, of niet toevallig, ik heb de eerdere twee uitduels live mogen meemaken. Ik was in Nijmegen en in Groningen. En ze spelen thuis heel behoorlijk. Tegen AZ was goed. Tegen de Graafschap een hele slechte eerste helft. Maar wel een veel betere tweede helft op Woudestein. Maar uit is het echt heel, heel, heel matig wat ze laten zien. Ik hoop dat ze die spiraal kunnen doorbreken morgenavond in Zwolle. Ja, en hopelijk dat Luigi Bruin snel terugkomt. Hè? Want dat blijft ook nog een lang verhaal. Die is voorlopig nog niet fit. Ja, dat is zonde. Ja. En voor Excelsior is natuurlijk gewoon een belangrijke speler. Ja, ja dat is. We gaan het afwachten. Ja. Sparta, we begonnen deze uitzending met het nieuws over Alex Pastoor. Dat hij wil bijtekenen. Waar hangt dat dan op, die onderhandelingen? Weet je dat ook een beetje? Over de bevoegdheden die Pastoor krijgt. Hè. Kijk, Pastoor is een tamelijk uitgesproken trainer die erg overtuigd is van zijn eigen visie. Daar is niets mis mee trouwens. Nou, dan wil hij eigenlijk volledige zeggenschap hebben over alle technische besluiten. Heeft ook zijn plan voor ingediend in de natuurlijk. Hij heeft een plan ingediend. Hij heeft gezegd tot 8 cijfers achter de komma. Ja, wil ik daar gewoon mijn gelijk in hebben? Wil ik een volmacht krijgen van alle mensen boven mij om daarmee aan de slag te gaan? Dus achter de komma is belangrijker dan voor de komma? Nou, hij gaat niet voor het geld. Hij is ook principieel genoeg lijkt om niet voor het geld te gaan in deze. Dan moet je sowieso niet in de eerste divisie meer werken of onder in de eredivisie. Maar hij wil gewoon volledige technische zeggenschap. Wie zou dit in het bestuur van Sparta nou moeten controleren? Nu Benakker er niet meer is. Dat is natuurlijk de vraag. In deze situatie ga je natuurlijk gewoon weer krijgen dat Pastoor dadelijk zichzelf moet gaan controleren. Als een soort technisch manager, directeur, moet hij over zijn eigen functioneren gaan beslissen. Simon Kelder situatie. Het is natuurlijk niet voor niks dat Sparta natuurlijk altijd op zoek is geweest nog naar een vervanger van Beenhakker. Ja, als je voor deze constructie kiest, hè, door de Pastoor die extra bevoegdheden te geven, ja, dan heb je die eigenlijk niet meer nodig. Maar je hebt Dolph Rocks nog lopen, toch? Ja, dat is een manager, toch? Dat is toch. Ja, dat is een beetje vaag die rol. Kijk, die is vooral met de opleiding bezig. Opleiding, zegt, denk ik terecht wel, daar heb ik mijn handen vol aan. Is volgens mij op papier wel technisch manager, maar ja, toen Beenhakker was, besliste Beenhakker. En Pastoor gaat echt niet Dolph Rocks boven zich dulden. Nee. Maar ik denk nog steeds dat Pastoor, en zeker ook gezien de situatie van Sparta, dat het gewoon een uitstekende trainer is om Sparta de komende jaren leiding te geven, sturing te geven. Maar ook Pastoor zou het toch baat hebben als er wel een sterke voetbalpersoonlijkheid in dat bestuur plaats zou nemen. Tuurlijk. Maar goed, kun je samen sparren, kun je samen die markt verkennen. Maar zijn ze daar dan helemaal mee gestopt? Nou, met die zoektocht? Cor Pot werd genoemd, maar die had een of andere manier niet. Die wil niet, hè? En ze willen ze zelf ook niet. En Cor wil zelf ook die niet. Die wil zelf ook niet. Dus ik heb sterk de indruk dat het geen prioriteit heeft op het kasteel. Nee. Maar het is wel goed als je daar iemand wel op hebt zitten, toch? Want zeker als je je trainer die het optimale uit de groep moet persen, ondertussen ook met dat technisch beleid moet gaan. Dat wordt natuurlijk wel. Dan gaat frictie komen op het moment dat de prestaties niet zijn wat het zou moeten zijn. Ja, en die gaat dan beoordeeld worden door mensen die er in zijn ogen geen verstand van hebben. Ja. Dus het is voor alle partijen misschien wel het beste dat er wel iemand bij komt met het nodige voetbalverstand. En desalniettemin gaat het met Sparta dit seizoen heel goed, hè? Tot nu toe wel. Ongeslagen, thuis 2 keer goed gewonnen, uit 2 keer gelijk gespeeld. Tikkeltje teleurstellend spel, vooral bij VVV en ook bij RKC in de eerste wedstrijd. Maar de resultaten zijn heel behoorlijk. Spelen tegen de nummer 2 Achilles vanavond. Hebben minder verliespunten, dus kunnen een stap maken. Ja, en Breedijk is er niet uit bij. Uit de winterstop voorlopig, hè? Zonde. Ja. McDonald ook nog niet erbij? Nee, Spits al niet. De Stokken zal beginnen. Voskamp opnieuw niet. Zijn jullie ook zo benieuwd hoe het gaat aan de Kromme Dijk? Hoe het met de koning van de Kromme Dijk zou gaan? Wat is die rechtszaak nou al geweest? Hij is van Twitter af, hè? Ja, hij is van Twitter af. Tegen Jan Eversen. Ik heb nieuws. Belang, die komt er niet. Er komt geen rechtszaak tegen Jan. Is dat nou nieuws of niet? Nee, Bogus is op vakantie geweest. Was nog bij de verschrikkelijke uitwedstrijd in Breda tegen NAC, waar ze met 7-0 verloren. En toen is hij op vakantie gegaan, heeft zijn kopie leeggemaakt. En die heeft besloten in die vakantie deze affaire echt daar een dikke streep onder te zetten. En die juridische acties richting Eversen niet door te zetten. En dat lijkt me ook volkomen logisch. Ja, wel jammer. Blijft Eversen zonde natuurlijk. Ja, vind ik ook. Het had een uitstekend duo kunnen zijn. Jan is een uitstekende trainer voor Dordrecht. En Bogus, ja, maar als dat dan op een of andere manier botst, ja, dan is het vooral jammer voor Dordrecht. Had je wel een jaar van willen smullen, toch? Van dit soort dingen. Wel 2 jaar ook. Ja, precies. Ja, dat kan ook. Ja, die hadden, zeg Martijn terecht, die hadden met z'n tweeën van onschatbare waarde aan de Kromme Dijk kunnen zijn. Vorige week hadden wij een uitzending met John de Wolf. Ja. Daar hebben jullie natuurlijk weer uitgebreid gehad over die inmiddels beroemde tenniswedstrijd, waar veel vragen over komen op Twitter ook. Is de tenniswedstrijd al gepland? Ja, die gaan we dit weekend plannen. Die gaat waarschijnlijk volgend weekend plaatsvinden. Ja. Ik heb afgelopen weekend weliswaar in de C-pool, men moet ergens beginnen, overtuigende clubkampioenschap in Lekkerkerk gewonnen. Heb morgen om 12:00, zondag om 9:30 en maandag om 5:30 nog een training gepland.
En dan kan Jon. Wat is de ondergrond? Wat wordt ondergrond? Ja, dat gaat ook de gravel. En dan gaat Jon. Ik begreep natuurlijk dat we hier uitgebreid over gaan praten met deze twee mannen, zodra het zover is. En dat we de beelden van hebben van deze wedstrijd. Martijn, dank voor je komst. Jan Dirk, ook bedankt. Dit weekend Jan Dirk te volgen bij alle wedstrijden. Sparta, Excelsior is die bij te volgen. Dordrecht vanavond dan niet, want hij kan ze niet opdelen. Sparta en Dordrecht vanavond op de radio. Morgen Excelsior naar livestream. En zondag natuurlijk Feyenoord Willem II ook te horen op de radio. En zondagavond Rob Jacobs. Deze twee mannen gaan nog verder over tennis. Graag tot dan. Hey, help je collega even, die bal ligt in de sloot, man. Ja, ze hebben mij dat ook niet geholpen. Nee, maar het lukt wel. Simon, lukt het? Ja, hè? Zie je, dat gaat wel. Altijd vragen, als ze net de bal eruit hebben, moet je vragen of het gaat.